Leuk dat je weer kijkt naar de voorleeswedstrijd, de online voorleeswedstrijd van Hart voor Deventer. Op de website kun je stemmen op jouw favoriete voorlezer. Wist je trouwens dat Leon van basisschool Het Roesink op dit moment de meeste stemmen heeft? Vandaag gaan we kijken naar Emma van OBS De Slingerbos en Ita van de Kees Wilkers Huisschool. Slijmstofpotje en zoetzure vingertjes. Vele dagen gingen voorbij. Elke ochtend begaf ik me aan dek en tuurde in de verte op zoek naar een horizonstipje dat maar niet kwam. Ik had heimwee en verlangde vreselijk naar huis. Ik haat reizen! Een muizeneiland, een eiland van mijn dromen. Ik stond ermee op en ging ermee naar bed. Ik had intussen een galjoen tot boven tot onder doorgezocht. In het ruim lagen voorraden waarmee je jaar op zee kon overleven. Ik had mijn intrek genomen in de kajuit van de kattenklauw. De gevaarlijke piraat had een zwak voor spinnen. Hij had een tarantella als huisdier. Ze heette Tarantella en zat in een gouden kooitje. Er lag zelfs een riem om met die reuze spin te gaan wandelen. Haar favoriete hapjes lagen in een zilveren kommetje. Mierensoep, gebakken vliegjes, fruitvliegjespuree, jakkes! De zwarte zeerover had ook een geheime passie. Het bleek dol te zijn op borduren. En op zijn hemelbed lag een sprei van damast. En daarboven lagen tientallige, keurige, borduurde kussentjes uitgestald. Met een zucht gleed ik iedere avond tussen de linnen lakens. En droomde van mijn muizeneiland. Onder het bed stond de bispot van de prinsen van Laagtij. Er lag ook een zacht bruin grijs kleedje onder het bed. Zou het van muizenvacht zijn gemaakt? Brrr! Benjamin liep met een stapel dekens onder zijn arm en zeurde dat hij bij mij wilde slapen. Ik ga schoonmaken, oom Gerry. Ik wil dat de kamer glanst als een eetbakje van een uitgehongerde kat, piepte hij opgewekt. Het ventje had het wel zin op de boot, dat was wel duidelijk. Thea logeerde in een kajuit van Pisdak. De hut was van binnen bekleed met kanariegeel satijn. De zeerover verzamelde antiek speelgoed, marionetten, tollen, onwindbare muizen. Clem had gekozen voor de hut van kok Lekkerbek, die het dichtst bij de keuken lag. Zijn hut zat vol vette vingerafdrukken en pelde uit van de kookboeken. Speciaal voor katten, lofreden aan de slak, oftewel 1001 sublieme recepten voor de kat. Las Clem, die zich in een Lekkerbeks schommelstoel had genesteld. Slakkenmos, slakken gevuld met olijfsmurrie, gefrituurde slakken, naakslakpaté, slakkensmeersel met geurige kruiden, slakkensmeersel, slakkenpaté met geurige pikante pepertjes, slijmstoofpotje, slakkenegskrot, zoetzure vlindertjes, slakkentongetjes in een zoetzure saus. Bedankt, kattenklauw. Ik stond rustig aan het roer toen Benjamin opeens aankwam gestormd, zwaaiend met een zwabber en een dwelm. Oom Gerry, kom eens kijken wat ik heb gevonden! Met zijn handen nog onder het sop trok hij aan de jasje. Kom mee naar beneden, oom. Kom mee naar de kajuit, piepte hij, die even opgewonden was op het dek. Kajuit? Welke kajuit? Vroeg ik verstoord. Ik was de vloer van jouw kajuit aan het vegen. Ik bedoel, onze kajuit. Nee, ik bedoel die van de Zwarte Zeerover. En toen vond ik onder het bed opeens een geheime bergplaats. In een kattenklauwse kajuit wachtte mij een grote verrassing. In de vloer zat een valluik, was afgesloten met een zilveren hangslot. Kom op! Rustig allemaal, verwacht maar niet te veel. Misschien valt het verschrikkelijk tegen. Misschien zitten allemaal reserveonderbroeken van die kapitein in. Na een half uur prutsen klinkt het slot open. We trokken de valluik omhoog en we zagen een hele berg. Als iemand aan Gerald had gevraagd wat zijn broer en zus later als ze groot waren zouden worden, had hij geen moment om te antwoorden hoeven na te denken. Dan had hij gezegd dat zijn broer Simon dierenarts of leeuwentemmer zou worden. Over zijn zus Mallory had hij gezegd dat ze als schermster aan de Olympische Spelen zou meedoen. Of in de gevangenis zou belanden, omdat ze iemand met een degen had gestoken.
maar hij had geen idee wat hij later zelf wilde worden. Niet dat iemand hem er trouwens naar vroeg. Niet dat iemand hem trouwens ooit naar zijn mening vroeg. Neem nou het nieuwe huis. Jared keek omhoog en kneep zijn ogen tot spleetjes. Misschien dat het er beter uit zou zien als het wat waziger was. Het is gewoon een hut, zei Mallory, terwijl ze uit het station kwam stapte. Zo erg was het nou ook weer niet. Het deed eerder denken aan wel 10 hutjes, die allemaal op elkaar waren gestapeld. Er stond een verzameling schoorstenen op en het geheel werd afgemaakt met een strook ijzer hekwerk, die als een drakengroet boven op het dak prijkte. Het valt best mee, zei moeder, met een glimlach. Het stamt nog uit de Victoriaanse tijd. Simon, Jared's identieke tweelingbroer, leek er niet van te schrikken. Waarschijnlijk dacht hij aan alle dieren die hij niet kon houden. Trouwens, te oordelen naar wat hij allemaal in een piepkleine slaapkamertje in New York had gekocht, vermoedde Jared dat er heel wat konijnen, egels en nog veel meer dieren voor nodig waren om Simon tevreden te stellen. Kom op, Jared, riep Simon. Jared besefte dat ze allemaal al bij de trap naar de voordeur waren aangekomen, terwijl hij nog in zijn eentje van het gazon naar het huis stond te staren. De deuren waren vaalgrijs en bladerig van ouderdom. De enige verf die nog op zat, bestond uit wat onbestemde, crèmekleurige restjes, die in spleten en ronde scharnieren waren blijven zitten. In het midden aan een dikke spijker hing een roestige deurkloppen, in de vorm van een ramskop. Hun moeder stak een gekartelde sleutel in het slot, draaide hem om en duwde hard met haar schouder tegen de deur. Hij gaf toegang door een schemerige gang. Het enige raam zat halverwege de trap en het licht dat door de gebrandschilderde ruitjes viel, wierp een griezelige, roodachtige gloed op de muren. Het is nog precies zoals ik me herinner, zei de glimlachend. Alleen funziger, zei Mallory. Mijn moeder zuchtte, maar reageerde verder niet. De gang voerde naar een eetzaal. Een lange tafel met verbleekte vochtplekken was het enige meubelstuk dat er stond. Er zaten barsten om het gepleisterde plafond. En aan een rauwelige snoer hing een kroonluchter. Als jullie drieën dan spullen uit de auto gingen halen, zei een moeder. Hier naartoe? Vroeg Jared. Ja, hier naartoe. Een moeder zette haar koffer op de tafel, zonder zich iets aan te trekken van een stofexplosie die dit tot gevolg had. Als jullie oud-tante Lucinda ons hier niet had laten wonen, dan weet ik niet waar we het hadden moeten zoeken. Eigenlijk mogen we wel dankbaar zijn. Vind jij dat Emma of Ita de online voorleeskampioen moet worden? Stem dan op Ita of Emma via hartvoordeventer.nl. Morgen zijn we er weer en dan gaan we kijken naar Amber en Milou. Tot morgen!